Het zag er eigenlijk niet naar uit, de eerste helft. Nee, nee. Nou ja, weet je, we werden ook niet verrast door die wind. Maar ja, die speelde gewoon echt parten deze wedstrijd. En we kwamen niet aan voetballen toe. Kijk, en dan Bedum, die begon die wedstrijd gewoon fantastisch. Die zette druk en veroverde vaak de bal op middenveld. Ja, dan moet je het iets anders gaan aanpakken. En dan wil je die bal vallend spelen op onze spitsen. Of erachter leggen. Nou, dat lukte al niet door die wind. Door hem erachter te leggen en een vallende bal, dat was ook bijna niet mogelijk. Dus ja, dan moet je eigenlijk de schade beperken. En toch nog spelen op de nul. Verdedigen niet veel weggeven en ja, via veldspel laag over de grond komen tot aanvallen. Maar dat was bijna niet mogelijk. En dan kun je inderdaad zeggen, ja, die wind die speelt je parten. Allerlei andere facetten. Maar waar lag het dan inderdaad aan dat je niet die agressie kunt opbrengen die je vorige week tegen DZOH wel had? Nou, zij lieten ons natuurlijk naar geen moment in de wedstrijd komen. En ja, de ballen die zij speelden, ja, die vielen er wel achter. Dus we hebben wel een fase gehad in de eerste helft dat we wel die tweede bal konden winnen op duelkracht. Alleen ja, het eerste gedeelte en het laatste gedeelte van de eerste helft was het bijna niet mogelijk. Dus, en gelukkig wisten we dat er nog een tweede helft zou komen met deze wind. En ja, waar het aan ligt, duel of dat felheid, ja, ik weet het niet. Ja, moet je zeggen dat jullie slimmer met de wind, met omstandigheden zijn omgegaan dan Bedum in de eerste helft? Ja, als Bedum met 2 inschiet in de eerste helft, dan is het ook weer een. Dan kunnen het zijn dat ze goed in de tweede helft gewoon met de kont in de 16 gaan staan. En ja, we maken gelukkig heel snel de 1-1 en de 1-2. Dus ja, toen werden de afstanden heel groot en toen hebben we het prima uitgespeeld. Ja, dan komen we toch even weer bij die goal van Kees van der Wolde uit. Vorige week, voor mijn gevoel, een van de beste mensen van het veld bij jullie. Ja, we horen zo'n linkse rest van, ik wou hem eigenlijk voorzetten, maar dat geloven we niet, hè? Nee, tuurlijk niet. Dat was gewoon een prima goal. Hij is tweebenig en hij chipte gewoon in de verre kruising. Dus als hij tegen mij zegt, het is een voorzet, dan wil ik hem al niet eens geloven. Je maakt 1-2. Dan kan ik het wel gaan uitleggen, maar doe het zelf maar. Ja, een afgeslagen voorzet of een corner die komt terug bij Jan Oosterbeek en die legt hem terug op randje 16. En daar maak ik hem vrij voor mijn linker en probeer ik hem eigenlijk richting tweede paal te stiften. En ik denk dat hij mooi binnenvalt. Ja, die valt heel mooi binnen. Mooi in de kruising. Nou hoorde ik iemand zeggen van, ja, eigenlijk was het een voorzet, maar was dat zo? Nou, het is op zo'n moment is denk ik de bedoeling om die bal richting tweede paal te spelen. En dan, ja, of dat hij dan zo binnenvalt of dat iemand anders hem binnenknikt. Ja, ik denk dat het moeilijk te keepen is zo. En hij valt goed erin nu. Dus dat is mooi. Ja, hoe vaak hebben jullie Jan Oosterbeek aangepakt van de week? Zo van, zeg Jan, jij met je plus en met je doelsaldo en beloftes maken en zo. Hoe vaak is dat gedaan? Nou, we hebben het van de week inderdaad wel over gehad. Net in de bespreking nog zei de trainer ook van, ja, we moeten toch zien dat we uit die min komen in de plus. Ja, en ik denk dat we er vandaag weer een belangrijke stap hebben gezet daarvoor. Dus ik heb het ook tegen Robbie Wendy gezegd. De eerste helft kwam je lager niet in de wedstrijd, tenminste een 20-tal minuten lang niet. Na dus met de wind in de rug ging het bij jullie beter dan bij Bedum. Ja, klopt. Ik denk dat we de eerste helft totaal niet in de wedstrijd zaten eigenlijk. Dat we moeite hadden om van de goal af te komen. Ik denk Bedum die zette ons continu vast, veel uittrappen van de keeper. En ja, we kregen dan, ja, eigenlijk kwamen we niet onder de druk van Bedum uit. En daardoor hadden we de eerste helft heel erg lastig, en met de wind ook. En tweede helft wordt het beter doordat je eigenlijk de rol omdraait. Ik denk dat de wind vandaag ook wel een belangrijke rol daarin heeft gespeeld. Vorige week viel je al op in de wedstrijd tegen DZOH. En toen dacht ik bij mezelf van nou, die staat in de basis zaterdag. Eigenlijk dus niet, hè? Nee, uiteindelijk niet inderdaad. Nou, dat is natuurlijk niet mijn beslissing, maar dat is aan de trainer. Maar ja, goed. Nee, ik ben heel blij dat ik vandaag weer belangrijk kan zijn. Ik hoop dat het zo door mag gaan dit seizoen. Ja, dan trekken spelers vaak een lange vinger richting trainer. Als ze zeggen, schiet er eentje in, dan kom je niet meer om me heen. Maar heb je dat nou gedaan vandaag? Ja, ik hoop het. Het zou mooi zijn inderdaad. En ja, dus afwachten hoe dat volgende week loopt. Dus ja, dat zullen we moeten afwachten. Jullie komen op 1-0 in de eerste helft, vlak voor de rust. We zaten allemaal te kijken naar die vrije trap. Zo van, nou, tel hem maar, want die gaat erin. Ja, ik zei wel, normaal gesproken neemt hij niet de vrije ballen. Maar ik denk van, oh, er was een aardige hoek. Dus nou, dat zag hij goed. Dus een goede vrije bal. Ja, dan krijg je ook nog wel voor die tijd, voor die goal, nog wel enkele halve mogelijkheden om op voorsprong te komen. Wat gebeurt er daarna in de tweede helft? Kunnen je moeilijker met de omstandigheden omgaan dan Omlandia?
Nou, ik vond dat wij de eerste helft de bovenliggende partij waren. En we pakten alle twee de ballen. Duels waren voor ons. Spelers van Omlandia kregen onderling wat discussies. En die waren wat aan het zoeken. Dus de eerste fase van de wedstrijd was absoluut wel voor ons, vond ik. En daarna pakte Omlandia na een kwartier ongeveer, gingen ze toch wel een beetje zoeken. En pakten zij wel weer de duels. En je weet dat zo'n wedstrijd ook veel op duels en tweede ballen beslist wordt. En met name met die strafverwente over de lengte van het veld. Ja, dan moet je gewoon voor de duels gaan. En waren de wind mee. Hè? Dus we waren blij dat we met 1-0 konden rusten. Na de rust vond ik het wel gelijkwaardig. Waren de beste kansen vlak na rust. In de 47e minuut hadden we twee keer een beste kans. Nou ja, als daar er eentje van ingaat, dan pak je die wedstrijd en dan trek je die naar je toe. En dan kun je compacter gaan spelen en dat gebeurt dan niet. En Omlandia werd steeds wat sterker, met name de lange ballen. Volgens mij speelden zij alleen maar lange ballen en wij speelden ook lange ballen, maar wij konden niet opbouwen. Zij zetten ons direct vast. En dus ik vond het niet echt een hoogstaande wedstrijd wat dat betreft. En de gelukkige die heeft vandaag gewonnen, want ik vond wel een gelijkspel wel verdiend. Nou, daar zaten we inderdaad naar te kijken. Het was wel eigenlijk een beetje kleurloos tot aan een uur, zeg maar, rustig. Toen het echt een beetje begon te ontvlammen. Na die 1-1 had je dan ook het idee van, als we nou niet oppassen, dan kiept die wedstrijd helemaal om. Ja, daar ben je bang voor. En waar je bang voor bent, dat gebeurt dan ook. Hè? Dus en dan wel door zo'n goal. Maar dat gebeurt. Maar het zat er ook wel een beetje aan te komen. En met de wind mee, dan kan zo'n wedstrijd zomaar kantelen. Ja, jullie kwamen er ook niet meer onderuit, hè, op dat moment niet. Nee, we gingen linies liepen te ver uit elkaar. En we gingen rare dingen doen. We deden niet meer ons ding waar we heel goed in zijn, is om via het middenveld te voetballen. We gingen alleen maar ballen naar voren schieten. Ja, en vaak ook nog naar de verkeerde kleur. Ja, dan ga je geen wedstrijd winnen. Ja, 1-3 verliezen. Je kunt zeggen tegen de nummer 3 van de ranglijst. Nou, dat is geen schande op zich, maar je had er liever wat meer uitgehaald, denk ik. Maar weet je, in deze competitie hadden wij ook 3 kunnen staan. En zij 6, en bij wijze van spreken. En, zij hebben nu even het geluk aan hun zijde. Dat dwingen ze ook af. Ze hebben natuurlijk veel routine in de ploeg. We hebben een hele jonge ploeg. En zij hebben 3 of 4 dik dertigers erin lopen. Nou, dat maakt ook wel een beetje het verschil. En daardoor verliezen wij. En wij geven direct een balletje terug. We willen snel weer voetballen enzovoort. Nou, zij kiezen de momenten. Dat is de ervaring en dat is misschien ook wel net even de ranglijst op dit moment.